Nu is het nog rustig in Blokzijl, maar in het hoogseizoen wemelt het er van de bootjes. Ieder jaar met hemelvaart is de officiële opening van het vaarseizoen. Maar dit jaar dus niet. Er is te weinig draagkracht onder de ondernemers. Ik zou het kort kunnen vertellen. Vorige week is besloten om de ondernemersvereniging Blokzijl ook op te heffen. Na ik weet niet hoeveel tientallen jaren. Dat geeft natuurlijk wel een klein beetje aan hoe die ondernemende verbondenheid hier is. Die is niet goed. En daarnaast is er het grote probleem geld. Ja, je mag ook niet verwachten dat mensen zomaar hun geld doneren. Ik bedoel, wij lopen het als bedrijf ook zelf tegenaan. Alleen je krijgt wel, in dit geval vooral met de toeristische recreatieve bedrijven. Dit is natuurlijk het promotiepunt evenement van Blokzijl geweest. En dat is nu weg. Ja, en daar komt wat achteraan. Het wordt daar namelijk niet beter van. Dus ja, ik vind het zorgelijk. Het was zo leuk geweest als iedereen zijn schouders er had ondergezet. En dat schijnt niet mogelijk te zijn. Dus ik ben er wel een beetje pissig over, moet ik zeggen. Dit jaar gaat het in ieder geval niet lukken. En dat vinden ze in Blokzijl hartstikke jammer. Jammer? Wij hadden een mooi programma. Het geld is op. Het geld is op. Geen sponsor meer. Snapt u dat het een keer ophoudt voor de organisatie? Ja, dat snap ik wel. Ja, het is jammer, maar ik snap het wel. De toeristen zullen wel blijven komen, maar Tolner vindt het een aderlating voor de stad. Ja, het heeft natuurlijk een bijzondere historie. En ook gezien de namen en de artiesten die hierheen hebben kunnen halen, de belangrijkheid van promotie voor Blokzijl. Ja, dat het nu wegvalt, ja, dat is gewoon een drama. En als mens, maar ook als ondernemer, er zijn natuurlijk allerlei mensen bij betrokken. Heel veel vrijwilligers die dit altijd mogelijk hebben gemaakt. Maar ja, uiteindelijk moet er wel geld op de geld komen. En als die bronnen opdrogen, met meerdere oorzaken natuurlijk, dan wordt het steeds lastiger.